in dit korte filmpje kort iets over de absolute basics voor omtrent het leggen van relaties tussen tabellen in Access. We beginnen hier met een heel simpele databank die we in het kader van de lessen gemaakt hebben. Wanneer we even gaan kijken bij hulpmiddelen voor databases, kunnen we naar de relaties gaan kijken die er al zijn. Ik heb 4 tabellen gemaakt, die zie je hier ook staan. Een tabel personen, een tabel websites, dat zijn eigenlijk de hoofdtabellen waar we gegevens gaan invoeren. Dan 2 hulptabellen. 1 is een eenvoudige look-up lijst voor nationaliteiten die ik wil toevoegen aan een persoon. En een andere is eigenlijk een tabel die ervoor dient om personen en websites aan elkaar te verbinden. Het verschil tussen beide is dat in het geval van de nationaliteiten we maar 1 nationaliteit willen koppelen aan elke persoon. En dat is hier van belang. Dus we hebben gewoon een look-up lijstje gemaakt waar we eenvoudig die nationaliteit kunnen kiezen. In het geval van de websites willen we meerdere websites per persoon kunnen definiëren en willen we ook meerdere personen kunnen hangen aan 1 website. Met andere woorden, tussen personen en nationaliteiten is er een one-to-many relatie. Eenzelfde nationaliteit kan door verschillende personen gedeeld worden. Maar 1 persoon zal altijd maar 1 nationaliteit hebben. Tussen personen en websites is er een many-to-many relationship. En dat betekent dat meerdere personen in 1 website kunnen vermeld worden. En ook meerdere websites kunnen gekoppeld zijn aan 1 persoon. Om nu te tonen hoe dit werkt, ga ik een nieuw eenvoudig look-up lijstje toevoegen om de rol van personen in het conflict. Het gaat hier over een databank over de Eerste Wereldoorlog en ik wil die rol kunnen kiezen. Ik ga deze relatietabel sluiten en ik ga een nieuwe tabel maken. Ik begin altijd met een ID-veld met de identiteit van het record dat ik in zo'n tabel ga invoeren. En ik geef dat altijd een duidelijke naam. Dus hier gaat het over de rol die we toevoegen. En ik ga hier dus een lijst van rollen toevoegen. Namelijk de rol. En die rollen komen hier dan in. Dus dat kan een politicus zijn, dat kan een militair zijn, dat kan een journalist zijn en dergelijke meer. Dus allerlei rollen die ik wil gaan toevoegen. Ik ga dat nu bewaren als een tabel rollen. Nu, wanneer we gaan kijken in die tabel, dus als ik naar start ga en ik ga mijn weergave wijzigen hier naar design weergave, dan ga ik zien dat ik dus een autonummering veld hier heb, ID-rol. Dat is een lange integer. En het heeft een sleutel. Dat betekent dat het de primaire sleutel is van deze tabel. En daarnaast is er een korte tekst. Dus ik kan hier via start altijd gaan wisselen tussen die weergaven. Goed. Stel nu dat ik rollen wil gaan opzoeken hier in deze lijst in mijn tabel personen. Ga ik de personentabel openen. En ik ga hier nu zo een rolveld toevoegen. Ik ga naar weergaven. Ik ga hier een veldje rol invoegen en ik ga dat toevoegen via een wizard opzoeken.
En ik ga die waarden uit een tabel halen. De tabel die ik zo net gemaakt heb. Ik neem hier de tabel rollen. Doe volgende. Nu, in het lijstje waarin ik ga opzoeken, kan ik een overzicht krijgen van de verschillende rollen waar ik uit kan kiezen. En die lijst kan ik hier maken. Dus ik ga de rollen tonen. En ik ga dat sorteren op de rol. Nu zie je dat ik hier de rol zie, gesorteerd alfabetisch, en de sleutelkolom is verborgen. De sleutel is eigenlijk de key die in de tabel personen gaat opgeslagen worden in plaats van de rol. Dat betekent dat ik de naam van die rol op elk moment kan wijzigen in mijn tabel rol. Ook al heb ik honderden records in mijn tabel personen ingevoegd. Ik doe hier volgende, ik noem dat rol. En zoals in de lessen ook aangegeven, in principe als je databankstructuur correct is, als die volledig genormaliseerd is, dan ga je de gegevensintegriteit inschakelen. Zodanig dat wanneer ik rollen wis, ook de records waar ik een rol gekoppeld heb aan een persoon gaan aangepast worden. Nu we doen voltooien en nu ga ik die tabel bewaren. En als ik nu naar weergave ga van mijn tabel, kan ik hier een rol kiezen. En u ziet, soms is het een beetje dubbelzinnig, omdat sommige van deze mensen zijn zowel militair als politicus. Dus in principe had ik een andere benadering moeten kiezen en had ik een tussentabel moeten maken, zodanig dat ik een many-to-many relatie kon realiseren. Zoals ik het nu gedaan heb, moet ik kiezen. Moet ik eigenlijk één rol gaan aanwijzen. Goed. We gaan nu terug naar de hulpmiddelen voor databases. We gaan eens kijken naar de relaties. En ik ga de nieuwe tabel hier in het overzicht toevoegen. En dan zien we meteen dat we weer een one-to-many relatie hebben tussen rollen en rol. Wacht, ik ga dat even openen. En dan zie je dat er een 1 op veel relatie is tussen ID-rol bij rollen en de rol in personen. Met andere woorden, deze rol hier bij de personen is eigenlijk de ID-rol. Dat is het nummer dat hier staat en dat waarvan ik de tekst in de tabel rollen kan vinden. Nu ga ik nog eens een dergelijke constructie maken, zoals voor websites. We gaan nu boeken over die personen toevoegen. Dus ik sluit dat hier, ik bewaar die wijzigingen, ik ga mijn tabel ook sluiten. En nu ga ik twee tabellen maken. Ten eerste een tabel voor boeken. Dus ik maak een nieuwe tabel. En ik ga dat hier ID boek noemen. En we gaan hier ten eerste de titel van het boek. Titel van het boek, dat is een kort veld. Wat ga ik nog toevoegen? De auteur. En ik houd het een beetje simpel, want u weet ook dat er meerdere auteurs kunnen zijn. Dus in feite moet het design veel complexer worden als wat ik hier toon. Ik ga er hier vanuit, we hebben gewoon titel, auteur en jaar. Dus ik ga daar ook een korte tekst van maken van dat jaar. Dat is het meest flexibele. Dus ik heb nu titel, auteur, jaar van boeken. En ik kan hier nu boeken gaan toevoegen. En ik stel voor dat ik dat even doe met fictieve titels. Montgomery, een militair genie. De auteur Jan Janssens.
En normaal ga je ook voornaam en familienaam apart zetten. En het is misschien een boek van 1965. Ik ga er zo nog één hebben. Hè. Biografie. Eisenhower. Van Rick Perdue. Bijvoorbeeld, het zijn onbestaande boeken. Winston Churchill, de juiste man op het juiste moment. Ja, we gaan dat toch voor de esthetiek een beetje correct doen. Ja, dus misschien nog een boek over Montgomery. Ik zie dat ik nog wat typfoutjes gemaakt heb. Dus ik heb een aantal boeken ingevoerd in deze tabel. Ik kan even naar de weergave gaan van het design. Ik save dat hier als boeken. En ik heb weer een ID van een boek, een autonummer en dan allerlei korte teksten. Ik zou bijvoorbeeld nog een veld kunnen toevoegen. Samenvatting met een kort abstract. En dat kan bijvoorbeeld een... laat ons zeggen, het kan een bijlage zijn, maar het kan ook een lange tekst zijn. En we kunnen in die lange tekst dan bijvoorbeeld ook opmaak toelaten, bijvoorbeeld. En daadwerkelijk vanuit Word bijvoorbeeld tekst met opmaak in kan plakken. Dan gaan we die tabel opslaan. Oké, sluiten dit. Hoe leg ik nu een relatie tussen die boeken en die personen op zo'n manier dat een boek ook over twee personen kan gaan, dat er meerdere boeken bij een persoon kunnen horen en dergelijke meer. Dus we gaan weer maken een nieuwe tabel. En dit wordt nu een tabel die een link gaat leggen tussen boeken en personen. Hier hoef ik geen korte tekst, ik ga direct een veld gaan opzoeken via opzoeken en relatie. Opzoeken en relatie. Ik ga die waarden opzoeken van mijn boek in de tabel boeken. Ik neem de ID van het boek en de titel. Ik ga dat sorteren op de titel. Volgende heb ik hier mijn titels, nog eens volgende. En ik ga dit hier noemen, en ik zal het voor de duidelijkheid eens ID-titel noemen, omdat het toch dat is wat in feite in deze tabel terechtkomt en niet de titel zelf. En we doen voltooien. En we noemen dit link boeken persoon. En nu ga ik nog een link opzoeken, namelijk naar de personen. Ook weer opzoeken in een andere tabel. Tabel personen, volgende. En ik heb hier mijn persoon en zijn naam. Naam van de persoon. Dus gewoon om daarop te sorteren. Volgende. En ik ga dit hier ook ID persoon noemen voor alle duidelijkheid. Hij gaat wel de naam tonen. Dat is zo ingesteld. En dus nu kan ik gewoon die titels, bijvoorbeeld biografie Eisenhower,
kan ik aan Eisenhower koppelen. Het leven van generaal Montgomery kan ik aan Montgomery koppelen. Montgomery, een militair genie, kan ik ook aan Montgomery koppelen. Ik ga dat hier allemaal wat breder maken, dan ziet u dat duidelijker. Hè? Zo. Nu, ik ga dit even sluiten. Ik sla wat op. En ik ga eens een boek toevoegen, namelijk Leiders in PW2 van Annick Scherperel, en het is 1995 of zo. Oké, ik heb een nieuw boek toegevoegd. Sluit dat even. En nu kan ik eigenlijk in mijn link boeken personen, kan ik aan die titel Leiders in WW2 meerdere van deze mensen gaan toevoegen. Waarmee ik aantoon dat ik eigenlijk werkelijk een many-to-many relatie hier implementeer op deze manier. Oké, we gaan nog eens kijken naar onze relaties. Ik ga de twee tabellen die ik nu opnieuw gemaakt heb, namelijk boeken en de link boeken personen, toevoegen. En dan zien wij hier, ik ga dit nu even opzij zetten, dat we deze structuur krijgen. Dus let erop. Elke tabel moet een ID hebben met een key. Dat noemen we een primaire sleutel. Dat betekent dat elke rij in elke tabel uniek is. Elke rij in elke tabel is uniek, omdat er minstens één veld is met een verschillende waarde, namelijk de key. Sommige tabellen bevatten naast een primary key ook de keys van andere tabellen. Dat noemt men foreign keys. Hier foreign keys. Hier heb ik het duidelijk gemaakt in de naam van het veld. Hier heb ik dat niet gedaan, heb ik gewoon het benoemd. Maar in feite gaat het hier om. Want in de tabel worden alleen die nummers opgeslagen. Dat betekent dat ik straffeloos in mijn doeltabel, in mijn brontabel, die naam kan wijzigen en dan past zich dat overal aan. Dat is het idee. Oké, tot daar die heel elementaire, korte intro in hoe relaties leggen in Access.